Heb je van de week op de tv gezien, die spoorwegstaking? Nou, wat een toestand was dat, hè? Al die rails waren leeg, hè? Nou, heb jij toch gelezen? Ja, dat heb ik ook gezien. Nou, wat een toestand was dat? Ik weet niet wie de grote hebben het over. Dat komt omdat die spoorwegmannen die vinden dat ze dubbel gepakt worden. Nou, kom op, nou jongens, laten we even doorgaan met het programma. Ja, we gaan bijna allemaal spelen, maar dat gaat toch allemaal, hè? Nou, kom op, knal ze er eens door. Ja, deze zin in de nog langer gaan, hoor. Ja, we zijn even bezig met de prijs van Rome, Joop. Waar staat het? Nou, we moeten het t-shirt nog uitloten. Daar heb ik een notaris voor geregeld. Toch niet, Ja. Nee, hè? Nou, daar komt de notaris weer. Leo, kijk even uit, want er liggen allemaal nog voor die prut hier. Ja, op het zeker, meneer. Ja, ik heb het al gezien hier zo, hè. Dat ligt allemaal los. Ja, daar ben ik weer. En ik heb trouwens te goed dat ik hier even ben, want ik heb in verbond met de Sinterklaas heb ik een zootje boterletters heb ik heel goedkoop kunnen krijgen. Die hebben we nog nooit één keer goed opgekregen. De Sinterklaas heb ik een zootje boterletters heb ik heel goedkoop kunnen krijgen. Ik heb namelijk een zootje goedkope boterletters hebben kunnen krijgen van die vette jongens. Oh, dat is wel lekker, Toon, van die boterletters. Hij heeft goedkope boterletters. Oh, kunnen we nu bestellen ook, meneer Leo? Ja, dat kan u rustig bestellen natuurlijk. Ik heb een hele goedkope partij, omdat ze van voren... Het komische hart van André ligt in de radiostudio achter zijn huis. Daar rommelt hij met Ferry de Groot het ene stemmetje aan het volgende. Nou, ik heb het in de agenda opgeschreven. Oh, daar komt meneer Remmers ineens, ja... Meneer Remmers. Chef. Ja. Hallo. Chef. Midden in het programma, hoor. Ja, sorry, maar ik moet ook even weg. Hé? Ik moet ook door. Wat? Ja. Oh, dat gaat zelf. Niet waar. Ja, nou, wacht nog maar even. Het is nog niet klaar, hè? Zo. Kijk, dan hebben we hier allemaal lachjes. Ja. En die kan je er dus allemaal onder zetten. Dat is goed. Daar is hij weer, hè? Nou, daar hebben we wel even op gewacht, hè? Daar zaten we allemaal op te wachten, hoor. Daar is hij weer. Voor de zoveelste keer, hè? Zo, waar zaten we op te wachten? Nou, op de nieuwe aflevering van Dik voor elkaar natuurlijk, hè? Nou, hè, zo'n week, hè? Nou, dat kun je wel zeggen, hè? Wat duurt het lang zo'n week, hè, Toos? Nou, verschrikkelijk, hè? Nou, het kan mij niet lang genoeg duren, wees, hè? Wat hij zou willen, wat ik op al, hè? Nou, kom op, jongen, we gaan gauw beginnen, hè? Wacht, de eerste klap is een dauwe waard, hè? Dat was van de week niet thuis, kan ik dan gelijk afrekenen, hè? Wie moet ik op zijn bek slaan? Dat is gewoon er gezegd. Kom op, de groot, wie knap? Oh, dat is het. Kijk, je staat op 8 sporen, dan schrijf je terug en dan monteren we het weer. Ja, en dan ben je zo'n hele dag mee bezig. Ja. Maar leuk dat. Dan gaan we door, hoor. We kijken wel weer even. Pieter, hè? Ja. Ik de hele zooi die weer terug gaan zitten.